Goedemorgen. Nieuwe dag, nieuwe week. Ik wou blijven slapen, want gisteravond ben ik dus heel vroeg terug, of heel laat pas teruggekomen vanuit Lanzarote. Ik ben in Antwerpen blijven logeren bij Pau. En nu haalt mijn papa me op en gaan we even naar de Zep. Mijn nieuwe kleren halen. En dan moet ik weer inspreken en dan ga ik weer naar Mamma Mia toe. Dus dat is mijn dag weer. Vakantie is over. Dus meteen volle bak aan het werk. Mijn vader. Oh, daar. Was het leuk om te zien? Praat je tegen mij? Ja? Ja, zeker. Zo, grappig. Talent, hè? Nou, nee. Dat is een talent. Dat kan je niet. Dat is niet bij iedereen weer talent. Nee, het is wel. Het is niet heel super simpel, want je moet één kijken naar de tijdscode. Want je moet precies inzetten wanneer de andere inzet. Het moet altijd kloppen en je moet het ook nog een beetje acteren. Maar het moet ook nog kloppen op de mondjes. Dus maar wat bedoelde als je zegt breder? Iets uitsmeren, dus dat anders blijf je nog praten, ben je al gestopt met praten. Oh, oké. Okay. Ja, nee, maar dan snap ik. Links. Nu gaan we weer terug naar Nederland. Dan denk je, ging alles goed qua tijd en zo. En mijn worsteling met de tijd. Gaat dan allemaal goed. We staan momenteel stil op de ring van Antwerpen. Weet jullie nog dat ik zei dat ik altijd een probleem heb met een gevecht heb met de tijd? Dit is mijn leven. Auto doet naar muur. En daar heb ik wel de wegenwacht. ANWB, maar blijkt dat die een abonnement heeft wat enkel voor Nederland geldt. Dus die ook niet. Dus die komen niet hierheen. Politie maar gebeld en nu komt iets ons ophalen of zo. Ik weet het niet. En ik moet over minder dan 2 uur in Utrecht staan. Dat gaat misschien niet aan. We worden getakeld. Ja, maar wij blijven hier niet in zitten. Nee. Een grote misère vandaag. Ja, die auto doet dus niks meer. Dat is afgezet. Ergens. En dan, die mensen konden ons niet helpen met hoe of wat. En zo we dan zouden moeten doen. Onhandig. En toen kreeg ik uiteindelijk een berichtje van Hyundai. Die mijn post op Instagram zagen. En die zeiden van, kunnen wij iets voor je doen? En nu hebben zij voor mij een auto geregeld, dat ik in ieder geval naar huis toe kan. Ik moet dan morgen wel weer terug. Maar dat fixen we dan wel weer. Heel fijn. Dankjewel Hyundai. Oh, de fantastische lieve mensen van Hyundai Braschaat. Die hebben me geholpen, die zijn nog langer op kantoor gebleven om dat te ontvangen. Daar heb ik nu een auto van gekregen en dan rijd ik daar nu mee naar huis en dan lossen we het zo op. Nou, zo een perfecte auto. Ik heb gereden in een Hyundai Tucson, zei ze nou? Is het een Tucson? Maar zij zei, die mevrouw van Hyundai noemde het anders. Ze zei Tucson. Mooie auto, grote auto ook, grote bak is het. Ja. I like it. Grote auto hoor, echt wel mooi. Dankjewel voor de hulp vandaag. Daar. Bedankt voor het leuke avontuur. Nou, bedankt voor het leuke avontuur. Ja, we hebben gewoon mijn werk gemist en zo. Oké, doei! Het voelt als bijna een week dat ik niet thuis ben geweest. Het is maar, tussen haakjes. Een paar dagen, maar het voelt echt heel lang. Wow, je bent echt vet bruin. Heb je me gemist? Ja! Goedemorgen. Weer een nieuwe dag. Ik ben inmiddels op de trein in Antwerpen Centraal aangekomen. Antwerpen Centraal aangekomen. Ja. Ik ga vandaag wachten voor pilot. Ik weet niet eigenlijk hoe je het uitspreekt. In ieder geval pennen. Ik heb al een keer eerder een samenwerking mee gedaan. En vandaag gaan we complimenten geven. Het is complimentendag, volgens mij. En we gaan langs een aantal steden in België om met een bus mensen op te trommelen om een complimentje naar iemand te sturen. En voor ieder compliment gaat er 10 cent naar Stichting Abel. Tegen pesten en zo. En voor jongeren eigenlijk, waar ze terecht kunnen. Het is natuurlijk de week tegen pesten, dus een mooi moment om ons daarvoor in te zetten. En iemand gewoon een keer een complimentje te geven in plaats van altijd maar nare dingen te zeggen tegen andere mensen. Dus daar ben ik nu naar onderweg. Wout gaat het ook doen, dus Wout haalt mij nu op het station. En dan
gaan we daarheen. Ik wilde zelf met de auto komen, maar de auto van mijn ouders is gisteren in pannen gevallen. Dus ja, daar stonden we dan stil op de snelweg in België, op de ring van Antwerpen. Dus dat was even helemaal niks. Dus ik heb geen auto, dus we lossen het zo even op. Daar gaan we. Nou, na veel gezoek zijn we er eindelijk hoor. Gezoek, is dat een woord? Gezocht. En ik denk dat het wel juist is. Ah, na veel gezoek. Na veel gezoek. We zijn er bij de Don Bosco school in Hoboken. Hoboken, sorry. Inmiddels zijn we aangekomen in Sint-Niklaas en hier staan we bij de volgende school, Villa... Villa Wattes? Ik weet het niet meer, Villa nog iets. Dan gaan we weer de mensen oproepen om complimentjes op onze fantastische bus te schrijven. Er is heel veel zin in. Worden er mooie complimenten opgeschreven? Ja. Ah, oké, gelukkig. Kijk, de bus staat al bijna helemaal vol. Ja. Oh, van alles geschreven. Zo. En allerlei... Van alles geschreven. Ja, en ja. Allemaal, en allemaal. Geld opgehaald. Geld opgehaald. Voor het goede doel. Voor het goede doel. En... Abel. Ik heb een naaper. Ah, nu niet meer, het is gestopt. Dus nu gaan we weer snel terug richting Antwerpen. En daar stap ik met mijn ouders weer in de auto. En dan word ik weer snel naar Utrecht toe. Zo, ben we in het Beatrix Theater. Het is tijd om te gaan monteren. Dus dat moet ik nu gaan doen. Vanwege die auto en zo is het allemaal niet de tijd afgekomen afgelopen woensdag. Dus komt hij nu vrijdag online. Goedemiddag. Ik loop inmiddels weer in Antwerpen. Ik ben onderweg naar het Zuiderpershuis. Want hier is het jeugdfestival, het JEF. J-E-F. Ja, ik vind het JEF. Maar de J-E-F jeugdfilmfestival. En ik geef hier een lezing vandaag. Over vloggen. Natuurlijk de ideale persoon daarvoor om dat te doen. En ik denk dat ik hier naar binnen moet. Denk ik toch. Door deze. Hierheen. Ik moet hierheen, denk ik. We gaan eens kijken. Hallo. Hallo. Als ik natuurlijk ga praten over vloggen, dan moet ik dat uiteraard ook al vloggen. Hallo. Hey. Hallo, hallo. Ja. Dus dat is. Hallo. 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 Spannend, ze zeiden tegen mij, ga maar op de eerste rij zitten. Ja, waar moet ik dan gaan zitten? Hier denk ik dan. Oh ja, dat is mijn foto. Ja. Nou, zeg maar ook omdat iedereen zeg maar, naar me zit te kijken. En ik voel me ook een beetje ongemakkelijk gewoon. Maar in ieder geval, er komt dus vloggen. Kijk maar naar het scherm. Samen met, nou moet ik toch wel zeggen, de crème van de Belgische social media scene. Ik bedoel, laten we deze dame... Stientje Edlund niet vergeten. Die heeft gewoon 2,5 miljoen volgers op TikTok. Stien, waarschijnlijk kijk je mijn vlogs niet. Maar mocht het zo zijn, ik wil heel graag samen met je een leuke video opnemen. Zo, wat is heel erg leuk. Nou, uiteraard kan ik er niks over laten zien. Want ik was een presentatie aan het geven. Ging het goed? Nee, niet echt. Nou, ik denk altijd bij mezelf, ja, wat moet ik dan zeggen of zo? Wat heb ik nou weer te vertellen? Maar goed, volgens mij vonden mensen het wel leuk hoor. Ik heb wel veel beelden kunnen laten zien van vroeger. En van wat ik allemaal doe, om gewoon een impressie te geven waarom. En ik merk ook wel door het programma van Ketnap dat ik heb gepresenteerd, dat ik wel daardoor weet waar ik het over heb. Weet je, ook over ouders en zo. Veel ouders die zo bang zijn en zo, dat ik het toch een beetje kan geruststellen of zoiets. En anyways, nu snel naar Nederland weer. Naar Den Bosch, want over 2,5 uur moet ik... in het theater zijn, want vanavond is de blauwe avond. Daarvoor moeten Noortje en ik optreden. Het is voor carnaval. Een soort van toppers in concert vergelijk ik het altijd mee. Ja, en daar ga ik heel de avond zingen, dus dat daar ga ik nu heen. Let's go! Het optreden zit erop, het is afgelopen. Het ging best wel goed, het was wel echt een hele kluif. Ik had echt veel stress. Ik heb niet echt iets kunnen filmen natuurlijk, want dat is echt gewoon een optreden. Jullie zijn het van me gewend, ik film nooit dingen die ik moet filmen. Goedemorgen. Het is weer vroeg. Het is zondag, dus het is
vandaag de eerste dag dat carnaval begint. Waar ik woon, Sertogenbosch, dat heet Oeteldonk met carnaval. Iedere stad in Brabant heeft een andere naam tijdens carnaval. En dus ook een nieuwe burgemeester. En we hebben sinds dit jaar ook een gloednieuwe prins. En die gaan we vandaag voor de allereerste keer zien. Anyways, vandaag is dus de intocht van de prins. De prins is zojuist net aangekomen op station Oeteldonk Centraal. Jullie zullen nu allemaal waarschijnlijk denken, wat de fuck? Wat heb je ook aan? De kleuren van de stad zijn rood, wit, geel, vandaar de sjaal. En dit hele jasje vol met leuke, toffe emblemen. Hebben we er zin in? Jij hebt zwaar, hè? Jij moet even nog opladen. Ja, dat is... Ja. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left was alone. Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Succes, hè? Noortje gaat nu met een kater zingen. Formidable, formidable, tu étais formidable, je t'ai
in Temse, in het altijd prachtige, gezellige Temse. En ik ben op bezoek met niemand minder dan de leukste pianist van zowel België als Nederland. Ja hoor, het is Sven van der Weijgen. Oh, waar ben je? Daar. En we hebben vandaag weer... Oh, en alles ging over de vloer. Oh nee. Ik ben in zijn studio. Want wat hebben we gedaan, Sven? Terwijl je... Ah, we hebben nieuwe liedjes opgenomen. We hebben nieuwe liedjes opgenomen. Kijk. Dus we hebben van alles ingestudeerd. Dus dat is heel erg leuk. En in ieder geval alvast de piano ingespeeld van de liedjes die we gaan doen. Ik ga een aantal solo's online zetten. Dus dat is wel heel erg leuk. Welke, dat ga ik nog lekker niet verklappen. Maar zeker de YouTube in de gaten houden. Want wij gaan weer een partijtje ergens knallen op een leuke locatie. Hallo internetfamilie, het is weer een gelukkig nieuwe dag, waar het inmiddels alweer avond is. En onderweg naar de JJ House, namelijk een evenement van Zep. Het is volgens mij de launch van drie nieuwe items. Ik ben benieuwd. Jij ook? Ja hoor, ik heb geen idee waar ik naartoe ga, maar is wel leuk. Gezel. De situatie is dus als volgt. Er is inmiddels buiten een speech bezig van Tom Maas. Ik ben aan het speechen, moet naar buiten gaan. Hij is aan het speechen, ik moet er naar buiten gaan. Maar ik wil eigenlijk niet naar buiten gaan, want we zijn dus hier bij Zep. Tof evenement houden. En ze zijn hier, je kunt hier je wenkbrauwen laten doen. Stel scherp, en ja. En Noor gaat dat ook doen. Maar ik moet dat dus nu ook gaan doen, zegt ze. Want hier groeit zeg maar allemaal wenkbrauw. Maar ik vind het heel erg spannend. Prachtig. En dat leentje blijft daar drie weken nog.